Directeur Paul Hofstra van de Rekenkamer concludeert dat subsidieaanvragen veelal niet voldeden aan de gestelde eisen. We hebben met name gekeken naar de rechtmatigheid van de uitgaven, de subsidieuitgaven die via de deelgemeente aan de stichting zijn verstrekt. En die zijn systematisch en stelselmatig zijn die overtreden. Het klinkt misschien wat formeel, maar als daar vragen bij zijn, dan weet je uiteindelijk niet of de gelden zijn besteed aan het doel. Of gebruikt zijn aan een barbecue. Ik noem maar even een voorbeeld. Het is volgens Hofstra wel zo dat de subsidiegelden uiteindelijk op de goede plaats terecht zijn gekomen. Dat was niet de verdienste van het dagelijks bestuur, dat er weinig controle uitoefende op de toenmalig portefeuillehouder Paddy Romer. Daar zit wat de Rekenkamer betreft ook een van de echte issues. De vergrote bewegingsruimte van de portefeuillehouder die is verstrekt door het DB, die werd onvoldoende gecontroleerd. Platweg gesproken kun je zeggen dat de portefeuillehouder zijn gang kon gaan zonder dat hij rechtgezet werd in te verhandelen door de rest van het DB. Romer bestrijdt dat hij te veel ruimte heeft gekregen van het dagelijks bestuur en er dus te weinig controle was op zijn werkzaamheden. Als wij niet gedaan hadden wat we gedaan hebben, zonder dat we wet en regelgeving overigens overtreden hebben, en zonder dat we iemand dan ook beschadigd hebben, is er van alles bereikt. Want er is meer werkgelegenheid. Dat betekent dat er heel veel belastingcentjes bespaard zijn. Er is voor het verenigingsleven van alles te doen. Er komen in plaats van 500.000 toeristen 2,2 miljoen toeristen naar het Hoekse Strand toe. Romer bestrijdt dus dat zaken niet goed zijn gegaan. Het huidige dagelijks bestuur trekt zich wel iets aan van het rapport. Het heeft de regels al aangescherpt, maar uit de aanbevelingen blijkt dat het nog beter moet. We zijn in ieder geval verheugd dat het dagelijks bestuur alle aanbevelingen heeft overgenomen en zich de problematiek zeer aantrekt. Dus dat vinden wij prima. Wij kunnen dat voor een deel ook wel zien. Overigens moet ik er nadrukkelijk bij zeggen dat niet alle problemen al zijn opgelost. Dus het is wel zaak om dat zeker vanuit de deelraad echt goed te blijven volgen. Maar in zijn algemeenheid is de reactie van het DB voor wat betreft de Rekenkamer voldoende.